He was a contemporary of Edison, and perhaps he was more important than Edison in certain ways because he invented alternating current, which is the way we all experience electricity these days. Edison was a fan of direct current. He lost out to Tesla. But everyone's forgotten because Tesla was such an exotic figure. He wasn't content to just make one or two inventions and spend the rest of his time with lawyers and the patent office. He, in fact, made hundreds of patents for things as diverse as radio-controlled submarines in the 1890s, to methods for generating and transmitting electricity without wires in a time when no one was generating or transmitting electricity by any means. And perhaps his problem was that he was more of a speculator in the way a scientist or philosopher or artist is about his ideas than an engineer. And I think it's appropriate that Michel is the first Nikola Tesla lecturer, because Michel is certainly responsible for a great deal of speculation in the realm of instruments. I think that's the appropriate term. Unfortunately, Tesla ended up, in the end of his life, returning to Yugoslavia, speaking only to pigeons, it said. A broken and bitter man. He lost out at the patent office. And it's only, I would say, only recently that people have begun to remember him again. I hope this doesn't happen. No, it's, I think the only thing I can say more is that this day is an especially important day to remember for Tesla, because it's one of those days we don't know anything about in his life. Yeah.
Where's Michelle? Ik wou het onderwerp muziek maar zo spoedig mogelijk afhandelen. Ik heb er eigenlijk weinig woorden voor om uit te leggen waar de muziek, mijn muziek over moet gaan. Ik snap het eigenlijk zelf niet. Maar ik heb geprobeerd een milliseconde muziek uit te vergroten. Eigenlijk nog klein, misschien toch wel die speldenprik. Maar dan niet met engelen, maar met muziek. En het ziet er ongeveer zo uit. Het is een detail van de muziek. Het is geen partituur, het is ook helemaal niet aan een computer of zo. Het is een soort vaag schets van waar de muziek over zou kunnen gaan. Michelle, could you give me a quick resume? No. I'm sorry. No, I'm very busy now. But I was finished. Nou, dat was dus de muziek. De techniek is wat makkelijker. Mag ik de eerste dia? Dat was bij links. Het gaat over de elektronische muziekstudio. Elektronische muziek bestaat volgens een hoop mensen die zich vooral op Duitsland hebben georiënteerd. En met name Keulen, pas sinds eind 40, maar begin 50 per jaar, namelijk bij Stockhausen. De werkelijkheid is anders. Er was in het begin van deze eeuw al elektronische muziek. Met name van Leon Theremin. Iemand die een instrument had gemaakt met twee antennes. En wanneer je je handen van afstand deed veranderen rond die antennes, dan kon je dat instrument bespelen. Een soort gier kwam eruit, een soort zingend zaad, maar wel zeer gevoelig te bespelen. Veel gevoeliger dan welke huidige commerciële synthesizer dan ook. Maar alleen dat ene toontje dus. Maar in die tijd was dat al ruim voldoende. Hij soleerde. Voor het symfonieorkest onder leiding van Stokowski. Maakte een hele tour door de Verenigde Staten. Raakte verliefd op een donkere dame, op een grote relle in die tijd dus. Terug naar Rusland, door Stalin kampen gestopt. En onlangs, voor het eerst, in ongeveer juni, een jaar geleden, weer voor het eerst naar buiten gekomen, althans naar het Westen. Waar ik hem heb mogen ontmoeten en die op een vroege ochtend, nadat hij tijdens alle onderhandelingen, voordat hij over was gekomen, alleen maar Russisch had gepraat, in een keurig Engels met een bibberend handje opstond, 94 jaar oud, en een verzamelde groep uitvinders van elektronische muziekinstrumenten, ook mensen als Bob Moog en Don Boegla, Oscar Sala, en ik was kleintje daarbij. Ons morgens vroeg op 9 uur begon te vertellen dat de eerstkomende 23 jaar zou er veel honger op de wereld zijn en was het niet helemaal het goede moment om nieuwe muziekinstrumenten te ontwikkelen. Maar hij had voor daarna plannen om een instrument te bouwen waarmee je een heel orkest kon dirigeren. En, dit is 1920 ongeveer, in de tijd dat hij muziekinstrumenten maakte. Maar wat dus de meeste mensen kennen als elektronische muziek gaat over bandjes. En de banden waar je geluiden opzet en die dan door een bandrecorder langs een kop worden gesleept. En die kop die leest en stuurt dat naar luidsprekers. En zo luisterde men vroeger alleen maar met de ogen dicht en naar luidsprekers. Ik vond het prettig om in zo'n studio te werken omdat je urenlang over een klein geluidje kon doen. Als een soort leer. Idee, dus je opstoot met dat geluid, maar soms is het heel prettig als je niet voor een groep mensen hoeft te staan of zitten. En als je met iets geconcentreerd bezig wilt zijn, zoals bijvoorbeeld geluid,
geluid waar geen notenschrift voor bestaat. We hebben heel veel mensen een best voor gedaan. We hebben sensoren aan ons hoofd, die in tegenstelling tot licht niet uit zichzelf dichtgeklapt kunnen worden, zoals de lichtsensoren. Dus je staat altijd open voor geluid, het is heel simpel. En er is niet eens een beschrijvingssysteem voor een formalistisch systeem. Iedereen kan dus eigenlijk zelf bedenken wat hij met geluid wil. Dus dat vond ik wel een prettig iets, omdat er verder alles zo'n beetje soms in kaart te lijkt te zijn gebewaard, alweer. Ik kom hier wel overheen, denk ik. Maar in ieder geval was het zo dat daarna die banden, dat heb ik wel een paar keer voor vrienden afgedraaid, maar het leek me aardiger om toch daar een soort muziekinstrument te maken. Dus ik heb een instrument gemaakt waarmee je banden tussen een statief ontspannen. Dat het ene statief zit links buiten het beeld, daar zitten de leeskopjes aan. En achter zitten dan de spoeletjes. En ik kon dus zelf verbandrecorder spelen, maar ik had dan twee bandlussen. En op die lussen stonden heel geconcentreerd allemaal geluiden achter elkaar. En door zo te bewegen heb ik twee pedalen volume te regelen. Kon ik ook eigenlijk, zoals ik in mijn lift moet, één lange gestrekte toon maken, een soort gestrekte klank maken. Door die twee banden zo alsmaar langzaam verder te schuiven en cirkeltjes te maken. En een soort hele flexibele sampler zou je dat noemen. Het was in ieder geval de eerste ontsnapping uit die studio. En daar links is eigenlijk de voorloper van instrumenten die ik ook hier heb liggen. Zoals deze kraakdoos. Dit was een instrument dat bestond uit kleine onderdelen van oude radio's die aan elkaar waren geplakt in een soort indabakje. En door daar met je vingers zo op te bewegen, bleek dat je het geluid direct met de hand kon veranderen. Dat was wel een belangrijk iets. Ik heb van mijn vierde het korte golf van Spaar gespeeld. Er stonden nogal veel bij ons thuis, omdat mijn vader zendamateur was. En het aardige was dat je dus via het korte golf van Spaar, mijn vader vertelde altijd dat dat de wereld was die je daar hoorde. En het was dus verder dan de kleuterschool. En dat moest dus wel behoorlijk ver weg zijn. En ik heb dus ongelooflijk ver gereisd in die tijd. En daarna heb ik helemaal niet meer. En heel veel gehoord van verre landen, maar ook omdat in die tijd telex op een andere manier werd gecodeerd. Die waanzinnige gonzen. En toen ik wat ouder was, kreeg ik een op mijn kamer en viel ik er vaak bij in slaap. Om s'nachts wakker te worden als die piepjes opeens gingen veranderen en zo. In ieder geval, ik heb wat met die geluiden gekregen. Soms ook wel een beetje onprettig. Maar het belangrijkste is dat je op zo'n ontvanger alleen maar er langs kunt tunen, kunt draaien. Je kunt nooit ergens intunen en die klank veranderen, grijpen, bewegen, een andere kant uittrekken, vervormen of ik weet niet wat je verder mee zou willen doen, omdat je het soms niet altijd kunt uitdrukken, maar gewoon door dat directe contact met je vingers kun je daar iets mee doen, waardoor er echt iets gebeurt met het geluid. En dat gebeurt vaak niet als dat geluid alleen maar uit de machine komt. Dat moet een ontzettend mooi statement zijn eromheen, maar dan komt er vaak veel meer bij kijken dan alleen maar geluid. Dus dat was wel aardig om zo in die pindapak te graaien en ontzettend veel gepiep te veroorzaken. Dat is later eigenlijk samengevat tot een commercieel product, waarvan er 3000 zijn gebouwd door Stijn, die toen voor veel te weinig werden verkocht. En die als zoet broodjes de deur uitgingen. En in bussen en op andere plekken werd gebruikt om allemaal te plagen. Ik heb ook eerder haar zijn twee kinderen gezien die vogeltjes nadeden. Maar echt heel goed, beter dan ik zelf wel zou kunnen. Maar dit was een instrument wat ook iets prettigs had, een soort spel was, omdat je het nooit eigenlijk kon beheersen. Het deed altijd weer iets anders dan ik dacht. Toen was er iets van, nou, zou er muzikaals mee moeten gebeuren. We hebben het equivalent van dit achter een toetsje gebouwd. Dat zit hier als elektronica achter, dus één zo'n doosje per toets. En dit was dus echt een 48-stemmig polyfoon orgel. Dat bouwen zelfs de meeste synthesizers van onder deze tafel hier. En dus ieder toetsje was een kraakdoos. En Louis Toebos heeft daar vele concerten mee gegeven, prachtige muziek mee gemaakt. Ik heb het zelf nooit leren beheersen. Ik heb ook nooit een leren lezen, misschien dat het is.
48 van deze in een voetspoor. Maar daar was ik dus gauw overheen. En toen wou ik op reis en een muziekinstrument hebben wat je dus ook al kon spelen. En wat toch de kwaliteit van een draaddoos had, maar in toenemende mate beeld maakt. Dus je kon het daar gaan vinden en luister, dat heb ik nu al niet hier. Maar van dit zijn drie van die draaddozen. Die je dus ook keurig via een toetsenbordje kan bespelen. Dus enige melodieuze mogelijkheden waren hier nog wel aanwezig. Hoewel je iedere toets ook een aparte vrij instelbare tonen mogelijk kon zetten. Dus ook alleen microtonale in de geval waren mogelijk. En je kon op toenemende mate die dingen met elkaar doorverbinden, waardoor ze eigenlijk één grote soort feedback loop gingen vormen. En ook steeds wilder werden. Dus in een hele simpele vorm kon je gewoon drie draaddozen bespelen, gewoon piepen zoals dat ding net. Maar door ze door te gaan verbinden, dus in de staart van deze weer aan de top van deze te hangen, kreeg je steeds complexere klanken, totdat dat op een gegeven moment ook niet meer te beheersen was. Maar juist dat grensgebied was een heel spannend moment, vooral als je in je eentje zit te spelen. En dan wordt het ook een bijna een soort, wat later de videogame zijn worden, een soort iets wat op je reageert, wat het soms niet doet. Je hebt het idee dat je toch constant bestuurt, maar je begrijpt het soms niet hoe. Het is zo gevoelig dat het eigenlijk dus altijd wel doet wat je wilt, maar je bent zelf niet gevoelig genoeg om dat te beheersen. Dus een overmaat van gevoeligheid, wat ook een ideaal is bij de muziekinstrumenten. Vooral omdat zo'n synthesizer klavier dus ongeveer het minst gevoelige onderdeel is van het hele circuit, het elektronische circuit. Overmatige gevoeligheid kan dus leiden tot een situatie waarin het een spel wordt om te kijken of je zelf wel of niet nog weet waar je bent in de muziek. En soms is het heel prettig om dat niet te weten. Even naar de volgende dia. Dat is dus die draaddoos. En dan is het gewoon. Dat is nog weer de orgel. Dat is het toch. Ja, nog een keer. En dit zijn dan de handen. Beter naam heb ik nog steeds niet kunnen bedenken. De handen tussen die andere instrumenten en dit instrument zit een rare grens. Het is niet alleen maar de grens tussen hout en metaal of aluminium. Maar het is ook de grens tussen analoge techniek en digitale techniek. Het belangrijkste verschil is dat je bij analoge techniek zijn die vlakjes, bijvoorbeeld op de draaddoos, zijn onderdelen van een elektronisch circuit. Het is dus als het ware alsof je achterin de synthesizer met je handen op zo'n bord zit, dus op een printbord zit te spelen. En dat er stroom via je lichaam dus loopt naar voor de andere vinger en je legt zelf een soort draadje in die schakeling. Een denkend draadje. En het aardige is dus dat het besturen van het systeem volledig geïntegreerd is in de wijze waarop de klank tot stand wordt gebracht. Het is een eenheid. En dat zijn eigenlijk bijna mechanische principes die daar aan de grondslag liggen. En het grappige is dat de digitale techniek zoiets nooit kan maken. Dat gaat altijd over codes, over vertalingen. Er zitten altijd een aantal vertalers tussen. Het is nooit dat directe contact wat je kan maken met zo'n analoog instrument. En dat heeft heel veel moeilijkheden gegeven in het begin. De Stijn, waar ik ook mee verbonden was, is bijna begonnen als een soort instituut wat door mijn voorgangers is opgezet als iets tegen computermuziek. Dat is heel grappig. Want in die tijd was computermuziek, dat werd in Utrecht gemaakt door Sonologie. Die had toen voor een miljoen, misschien wel meer, een enorme machine staan. Daar heb je ook assistenten bij nodig. Daar kon je als componist muziek mee maken. Dat moest heel indirect ingeprogrammeerd worden. En wat eruit kwam waren meer illustraties bij grote papieren, theses, dan dat het echt een stuk muziek waren. Althans, zo dachten de mensen, een deel van de oplichters van Stijn daartoe nodig. En het lijkt mij ook niks om op die manier te moeten werken. Plus dat je gewoon die computer tijd, die was kostbaar en je kon er maar 1 minuut per week. Wij spreken echt laten rekenen voor je en dat kost dan weer 2 uur voorbereidingstijd. Het is niet goede muziek maken. En het was echt zeer frustrerend.
En dus computers, dat was ook onzin. Totdat we eind 70 jaren hier, wat dat eerder kwam, de eerste personal computer kregen. Dus hele kleine machines die je zelf kunt programmeren. Niks van een groot systeem waar iedereen aan in. Geen assistenten, slechte handboeken wel. Maar en de importeur die ook voor niks wist. En omdat we natuurlijk weer alle dingen probeerden die eigenlijk niet konden. En langzaam is die computer een. Datzelfde geworden wat ik eerst was in de schakeling, namelijk gewoon een onderdeel dat soms op ieder hoek van het instrument zit. Je kon eerst nog denken van, ja, dit is een computer. Dit, ja, er zit niet tussenin geprent. Maar hier zit toevallig ook nog wel 30 van die computers in. En dit is toevallig een computer die is uitgevoerd om op je bureau neer te zetten en administratief werk mee te doen. En wij geven dan ook wel weer een muzikale draai aan. Maar in dit kastje wat hier op de grond ligt, zit ook een computer en je vertaalt wat hier aan spanningsveranderingen plaatsvindt. En nou ja, zo bijna al deze instrumenten die hier staan, die zitten vol met computerchips. En het denken dus over computers is heel anders geworden. Het is niet meer een regulerend ding. Je kan een computer tegenwoordig gewoon ook zelf een machine die normaal in staat is om een heel groot deel van een raketlancering te programmeren of besturing van helemaal afschuwelijke wapen of zo, kun je ook gebruiken om een heel stom kaartje te doen. Die dingen zijn in verhouding zo goedkoop geworden dat je dus ook je wasmachine een aantal programma's kunt programmeren, of zelfs strijkijzers en breinmachines. Dus ook muziekinstrumenten. En dus computermuziek staat niet meer voor een bepaalde stijl van muziceren. En dat is denk ik wel prettig. Ik denk niet dat je daar onderuit kunt om toch niet beïnvloed te worden door het werken met de machines. De programmeren van computers is nog steeds het jezelf verlagen tot een ontzettend dom niveau van denken. Het is nog steeds niet zo dat computers geprogrammeerd worden in een soort taalgebruik zoals wij dat zeggen. Van god, ga eens even dat doen. Ga eens even dat doen. Nee. Dat wordt dus helemaal niks. Nee? Ja, dan ben ik dus gek, als ik denk dat ik dat zei. Het is dus ontzettend saai. Daarmee moet je jezelf dus ook heel erg verlaten op een soort niveau van je mag nog geen typfouten maken. Dat zijn geen dingen waar je soms op let als je muziek aan het maken bent. Ja, je kunt er wel weer een soort stijl in ontwikkelen. Gewoon feilloos toch met die 10 vingers, dat trap je allemaal aan. Dat iemand toch dat type leerprogramma te nemen waar je met 10 vingers opeens perfect kan typen. En dan gaat het zo lekker dat je op het echt muzikale moment toch die typfout maakt waardoor het in werkt. Nou, er verandert wel wat. Er zijn nu programma's, als ik die aan even uit mag, die eruit zien als een soort tekeningetjes wat je soms voor elkaar maakt. Als je iemand iets uit wil leggen, ik zal het toch even laten zien, dat wijkt een beetje af van het. Wat ik allemaal eigenlijk wel wil afvullen. Maar dit is bijvoorbeeld een programma wat gewoon heel visueel is georiënteerd. Ik kan bijvoorbeeld hier een plusje intypen. Nou, dat is fijn. Zo. En dan kan ik daar een doosje. Zo maken naar dit. Hier. Zie, daar ga je dan. Ik bedoel deze. En die, en het, daar komen de cijfers in, ik kan deze voor even dupliceren. En wat ik hier dus heb gemaakt is een kleine zakrekenmachine waar ik zo dingen bij elkaar kan optellen. Kijk, als ik het nu zo doe, en ik zet hier bijvoorbeeld een waarde in waar ik iets bij wil optellen, en ik stel hier waarde in, gaat die zo keurig optellen. Dat is fantastisch, ik heb een rekenmachine. Maar het grappige is dat je dus aan de ene kant uitlegt via een blokschema hoe het werkt, maar dat je aan de andere kant dus een heel netwerk kan maken van wat je nee, dat hoeven niet te maken. Bijvoorbeeld hoe dat werkt. Ik zal het niet deze nemen, maar. Dus je kijkt nu echt naar het programma en het werkt. Dat zal ik straks laten zien. Er zit een klein velertje en dat kan ook. Die komen straks nog terug, maar er komen hier signalen binnen en die gaan dan daar naartoe en die verder hier, daar binnenin zit een tabel, dat zie je nu hierboven. En die tabel is toevallig deze toonladder. Maar
Het is dus geen onzin wat je ziet. Het is dus echt een programma wat werkt en wat je dus als een soort onzin een beetje bij elkaar kan schuiven. Maar dan werkt het. Ik vind dat dus wel vooruitgang in het computerbedrijf. Het blijft een Hannes en een gedoe. Maar het komt dichterbij hoe we in ieder geval schematisch denken. En je ziet een computer niet als een reeks zaken die achter elkaar plaatsen. Nee, je ziet het als een verband. En dat is het toch altijd. Het is altijd een samenstelsel van verschillende zaken. En dat is ook wat een web is. Maar dat komt later. Dit nog even uit. Een ontzettende tips. De volgende dia kunnen we nog even kijken of dat nog even zo gaat. Ja, de volgende gaat al. Nee, dat komt later. Die mag uit. die handen was dus het eerste instrument wat met computers werkte, computertechnologie. Die handen, dat is een instrument dat bestaat uit plaatjes waar sensoren op gemonteerd zijn, 12 toetsjes in iedere hand. En het is zo dat alle moderne synthesizers, waar dit ook van een is, die luisteren. Dus die kunnen niet alleen geluid maken, maar die luisteren ook in figuurlijke zin naar een bepaalde taal. Dus een soort synthesizer Esperanto, zou ik kunnen noemen, dat heet MIDI. Dit zijn codes en die begrijpen ze allemaal. Er zijn bijvoorbeeld codes voor ik druk toets C3 in, de middelste C op het klavier. En daar kan nog bijgezet worden hoe hard je hem indrukte, of hoe hard je na blijft drukken en hoe snel je dat deed. En daar houd ik wel ongeveer mee op wat de toets betreft. Ja, natuurlijk welke toets het is. Maar het is dus wel zo dat als je die code dus naar om het even welke synthesizer stuurt, dat ze allemaal dezelfde manier reageren, maar met de specifieke eigenschappen van die synthesizer. Nou, dat gaf natuurlijk een eigen mogelijkheid, want dat betekende dat je zelf van dat stomme klavier afkwam, wat toch iets is wat uit de kerk komt en bedacht is voor een heel ander soort muziek waar wij eigenlijk mee om willen gaan. Hoewel, je kan met een bullebak ook goed muziek maken, begrijp ik niet verkeerd, dus ook met zo'n klavier. En het heeft twee kanten, maar het geeft je in ieder geval wel vrijheid om op een hele andere manier te gaan denken. Dus ik kon een instrument maken waarbij ik niet meer achter het klavier hoefde te zitten en die instrument aan kon binden, veranderingen, toetsen. En je kan dus door zo te bewegen, en dat is iets op een manier waarop ik toch graag aan muziek denk, om dit zo te staan. En ik denk dus dat dat voor mij in ieder geval heel prettig instrument is. En dat instrument heb ik dus gebruikt om een hele hoop van die bestaande synthesizers mee aan te sturen. Dat instrument was heel erg gebouwd rond mijn handen en we hebben nu samen met het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar ik gesteund door het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, is een versie ontwikkeld die ook door anderen bespeeld kan worden. Er zijn er nu 6 van gebouwd. En het is een instrument met een heel lange spriet en een soort toverstaf. Het eerste stuk dat ik ermee maak voor 3 studenten van het Conservatorium heet dan ook Habra Kadabra. Dat woord heeft een grappig verleden. Het is een soort superwoord, of hyperwoord heet het nou natuurlijk. Of virtueel. Dat betekent, in het verleden was het namelijk een woord met heel veel krachten. Dat hoefde je maar om je nek te dragen en je werd genezen van koorts. En dus waanzinnig, echt magisch, krachtig, sterk. En alles kwam weer goed. Terwijl het woord nu ongeveer, en dat staat hier ook in het woordenboek, synoniem is voor waardtaal, onzin. Vond ik wel een goed woord voor een elektronisch muziekwerk van deze tijd. En dat instrument dat is dus echt gebouwd voor anderen die daarmee willen spelen. Er kunnen gedeeltes op maat worden gemaakt. Het is op dit moment nog een kleine groep mensen die daar aan werken. En die weten hoe dat ook wel eenmaal. Die willen ook niet echt een soort Carl Korf van elektronische muziek worden. Frank Baldé, die het instrument ongeveer een week of 2-3 bespeelt, die wel graag misschien even wat laten horen op het instrument. Dat is Frank Baldé. Het is een instrument. Wat bestaat er ook uit een aantal sensoren, dus een zwiepsensor. Deze zwiep wordt dus gemeten. Je kan ook de zwiepkarakteristiek veranderen door die soort klein lummeltje zo, als je heel goed maakt. Ja. En de afstand wordt weer gemeten, de verschillende richtingen. Maar ik zei misschien ook
Thank you.
gebruik van deze kennis in uur nummer 2a uitgegeven. Dank u. Machinale studie. Altijd weer duidelijk. Dit instrument is overigens, dus hier op Stijn ook te bespelen voor mensen die interesse in hebben. Er zijn plannen voor wat meer van te bouwen. Goed. Ik ben zelf tegen vastgelopen met die handen die ik eerder noemde, omdat mijn interesse ligt heel erg inderdaad bij die korte golfgeluiden en in het algemeen bij geluiden wat heel complex van timbre is. Mijn interesse ligt minder in die melodieuze muziek, of in eerste instantie op melodie gestructureerde muziek, of louter denkend aan tonen. Wat mij erg interesseert is geluid, bruggeleven zijn. Ik kan van stemmen eigenlijk luisteren ik zelf naar elektronische muziek, moet ik eerlijk zeggen. Een beetje behoerd is misschien een beetje. Gewoon misschien daar ook alweer geïnspireerd zou worden. Maar het meeste luister ik naar stemmuziek. Mongoolse zang, Albaanse zang, Sardijnse zang, dat wordt heel erg mooi. En muziek waarbij eigenlijk het uiterste uit stemgeluid wordt gehaald. Het meeste kennen natuurlijk Tibetaanse muziek, waarbij één toon wordt heel lang alleen maar geneuzeld worden, maar dan op hoog niveau. Met name die Mongoolse muziek wordt dat gecombineerd weer met melodie en met ook andere klanken die je echt in geen enkele andere cultuur hoort. En het is niet zo dat ik echt zangles aan het nemen ben, maar ik ben wel aan het kijken hoe je daar zo dichtbij kunt komen. Omdat de techniek me ook interesseert, omdat je dat van je af kan zetten. Ik heb vaak met mensen gewerkt die wel hun stemmen gebruiken en het is een enorme zorg om altijd het instrument bij je te dragen. Maar het is ook misschien nog ook het hoogste als je dat kan. Ik denk dat ik dat zelf nauwelijks zou kunnen. Door allerlei verkrampingen en rare dingen. Ook voor deze instrumenten lossen dat de buffer een beetje tussen mijzelf en muziek op. Maar ik blijf die stem dus eigenlijk het belangrijkste doen. Je komt daardoor terecht bij denken over klank en hoe kun je klank besturen. Als je een viool bespeelt, gebeuren daar duizenden dingen op één moment. De tekening was niet echt als menig grapje bedoeld. Het zijn duizenden kleine trillingen, maar die worden veroorzaakt door het eelt, door die spierspanning, door de oppervlakte, door de structuur van die huid, door de rest van de hand, hoe die eigenlijk toch ook het klanklichaam, het hout, beïnvloedt in het klinken. De snaar zelf, van wat voor dier, wat voor materiaal, wat daar misschien weer aan geschiedenis aan vast zit, maar wat daar verder in die snaar gebeurt, is ook zeer complex. En dan heb je nog niet zo'n strijkstok, een klankkast en al dat soort dingen. Er gebeurt heel erg veel tegelijkertijd. En een beetje synthesizer, dat is eigenlijk een soort toets, een synthesizer is toch te vergelijken met een lichtschakelaar. Dat is iets aanzet en wordt een beetje gekeken hoe hard het ongeveer gaat, en hoe lang en hoe diep. Maar het is een heel ongevoelig instrument. En wil je klank beïnvloeden, dan is dat niet iets wat kan op een normale synthesizer. Een normale synthesizer is bedacht vanuit analyse-methode, Fourier-analyse heel vaak. Een synthesizer programmeer je via eigenlijk hele technische procedees die zijn bedacht om eigenlijk heel indirect klank te beïnvloeden. Dus als je ongeveer onderaan dat ding schopt, dan gaat er daar iets trillen. Maar eigenlijk moet je dan tegelijkertijd daar ook nog wat doen, dan trilt het samen. Maar je moet dus daar beneden iets doen, en terwijl het gaat over wat er boven gebeurt, het is volstrekt gescheiden. Het zegt niemand wat als je harder drukt en de attack rate gaat omhoog. Dat hoor je niet. Ja, wij hebben geleerd dat te begrijpen en te herkennen, maar het heeft eigenlijk zo weinig met muziek maken te maken. Je moet steeds vertalen weer. Er is dus behoefte aan een instrument waarbij je niet heel simpel kunt ingrijpen in die elektronica, maar waarbij je weliswaar door een heel simpel gebaar heel veel tegelijkertijd kan veranderen. Dus als het ware een soort mengpaneel waarbij je de stand van alle veders door één
vinger te veranderen, tegelijkertijd in gecoördineerde manier kan veranderen. We zien al een hoop schuim, maar het sommige een beetje minder, sommige meer. Zo complex is klank, dus een soort weefsel, een patroon. Ik ontdekte, nadat ik een idee had gekregen, pas dat het Engelse woord texture is afgeleid van het Latijnse woord voor spinnenweb. Maar, met het Nederlands als het is. Kan ik misschien iets verduiden. Kijk, hier heb je een samenstel van relaties. Als je ieder draadje in dit web als een sensor ziet, die verbonden wordt met een bepaald onderdeel van een synthesizer, dan kun je je voorstellen dat als je op één plek gaat duwen, dat al die spanningen in het hele web veranderen. Hier worden ze minder, daar worden ze hoger en anders. Als je erin gaat graaien, vind je een enorme vervorming in plaats. En als je dat zou willen verbinden met het binnenste van een synthesizer, dan ben je er ongeveer wel. Want dat zijn echt heel veel dingen tegelijkertijd. Daar zit ook een klein probleempje nog om op te lossen. Want dit is een stukje rubber, wat nog geen sensoren zijn. En er lopen nog geen draden naar een andere machine. Dus er is nog wat werk aan de winkel. Dit is ook een hele vroege fase om een idee voor een nieuw instrument te laten zien. Maar daar is stemming voor om dat werk te doen. En we zoeken natuurlijk hulp. En er zijn allerlei motieven waarom we met dit idee naar buiten treden. Ik heb een poging gedaan in die richting te gaan denken. Dit is het ideaal. Maar je kan dus inderdaad denken ook aan dat formaat. Of aan een formaat wat ongeveer zo wordt. En dat je dus ook echt zo kunt bespelen. En dan kunnen weer kleine webjes in zitten. Dus het kan ook een soort grote harp worden. Of je zou eens een net kunnen voorstellen in deze ruimte waar je in gaat hangen. Maar je kan je ook inderdaad voorstellen als een heel klein webje in een van die handen, in een van die instrumenten. Terwijl je toetsen kiest en dan grauw je in dat web. En daar kneed je dat, die klank. Zonder eigenlijk misschien soms ook te hoeven weten wat er nou precies gebeurt. Maar door dat veel te doen, kom je er wel achter. Net eigenlijk als bij een gitaar of soms ook een viool of een ander instrument. Dat je het tast een instrument kunt leren kennen. Als we nou nog even kijken naar het volgende dia, dat gaat over dit instrument. En ik denk dat je gelijk de dia moet doorschakelen. Op deze zien we. Ja, gaan we naar het volgende. Kan misschien wat scherper, maar je ziet een detail van een van de sensoren. Ik kan misschien het instrument als aanwijzing ook gebruiken. Dit is dus een snaar. Dit is de zijkant van dat frame van dit web. Er loopt een snaar. Die wordt via dit scharnierend mechanisme, wordt deze schroef op een klein stukje veld gedrukt en daar zit een sensor, een druksensor onder. Voor de specialisten, het is gewoon een stukje van de aftertouch bar gesloopt uit een DX7. Die kun je in kleine stukjes knippen, dan kun je draad aan solderen, dan kan je er in plaats van één monofone aftertouch kun je er
ongeveer 120 uithalen. En daar kan je heel gevoelig instrumenten op maken. Het is ook verwerkt in het andere instrument. Dus dit is eigenlijk alles wat er gebeurt. De spanning op deze snaar wordt hier omgezet in een drukverandering op die sensor. En dit is dus eigenlijk het model van één kruispunt in zo'n web, in een heel complex web. Dus je kijkt eigenlijk maar naar één detail. Het is niet het kruispunt van 4 graden naar van 8 graden, het is iets complexer gemaakt. Maar het heeft dus nog lang niet de complexiteit die het web in werkelijkheid heeft. En ik zal een paar voorbeelden laten horen waarbij het web. In dit geval komt iedere snaar binnen in dit schema. En aan iedere snaar hangt een tabel. En die tabel die stuurt via een mechanisme wat daaronder in dat scherm net niet zichtbaar is, nootjes weg. Die nootjes gaan hier naar een synthesizer toe. En dus naarmate ik harder aan die snaar trek, wordt het ook hoger. Dit is natuurlijk muzikaal gezien allemaal zeer beperkt, maar het is alleen om te laten zien wat in principe mogelijk is. Maar je wilt natuurlijk niet altijd door die hele reeks heen lopen. In dit geval heeft iedere snaar een andere toonreeks. Een beetje los bij elkaar, zoals je wel zo horen. Maar het geeft aan
hoe je tembraal dingen kunt veranderen. En het grappige is dus dat met al die technieken die er dus in staat, dat het weer verbruikt is met een kraakdoos. Ben je constant bezig met beïnvloed in het Engels het woord controle, de controller, en vatbaarheid van iets, besturing, het meester zijn over iets. En ik hoop dat ik duidelijk maak aan de hand van andere instrumenten dat dat niet altijd mijn einddoel is, zeker niet ten opzichte van de anderen en dus ook die instrumenten. Maar je krijgt er altijd te maken, want je wilt toch je instrument goed beheersen. Dat is een heel belangrijk iets. Deze schakeling is gemaakt om
jezelf enigszins te frustreren op dat gebied. Het is een orkestje wat je bespeelt, waarbij iedere snaar staat voor een bepaalde riedel. Naarmate je meer gaat doen, die denkbeeldige muzici minder doen. Dus hoe meer je duwt, hoe langer ze wachten met het spelen van de volgende noot. Dat zijn kleine programma's die zitten hier achter op een rij, als je zo'n zwart knopje ziet oplichten of donker worden. Dan betekent dat dat hij even dat stootje krijgt om aan de gang te gaan. Maar naarmate ik dus meer ga doen, verdomme ze. En het grappige is dat de manier van spelen die je daar zelf in ontwikkelt, is heel bijzonder. Want je wordt, zonder dat je ook iets gebruikt, een beetje wezel, een beetje stoot ervan. Want naarmate je meer doet, komt het dichter bij je. Het wordt ook heel mooi. Dus, stil. En als je niks doet, dan begint dat hele. Ik zal ze een tijdje laten spelen. Dat is een kleine noodstop. Nou, ze hebben nu allemaal hun wereldje gemaakt. Die noodstop is ook omdat er iets weer te snel een andere machine afgaat. Dus ik dat nog hier even. Maar dan. Computerachtige
beeld is wat je kunt voorstellen. Maar het gaat even om een demonstratie van het principe. Staan we nu? In dit geval is de traagheid van de machine helemaal een probleem. Het aardige is dat er gebeurt hier binnen Stijn iets mooi van te zien, dat is dat er heel hoop mensen hier aan het werk komen en dat er mensen binnenkomen die eigenlijk vanuit het niets beginnen te werken op zo'n computer en eigenlijk zowel beeld als geluid maken. Die scheiding tussen de muziek maken en beeld maken die verdwijnt op een hele mooie manier, omdat je eigenlijk dezelfde gereedschap gebruikt. Er blijven wel zinnig verschillen, maar ze komen wel steeds de disciplines komen wel steeds dichter bij elkaar. Sommige mensen hebben daar ontzettend veel moeite mee, met name mensen die ons geld moeten geven voor dit begin. En de mensen die tussen die instituten inhangen, hebben het op dit moment het moeilijkst. Ik kan niet nalaten te zeggen dat het Stijn, zo, voor zover daar een aantal mensen zijn die over dit soort dingen nadenken, aan het hart gaat dat er op dit moment meer gepraat wordt over weer een nieuw elektronisch media-instituut, wat een archiverende taak moet hebben, maar vooral weer een groot gebouw. En er is vermoedelijk geen geld meer om straks ook iets te doen. Wij hebben hetzelfde geld en de bestaande instituten die daar zijn in beeld en geluid gezien, natuurlijk veel meer zou kunnen doen als een fonds schept waar een aantal mensen die ook op dit moment in de zaal zijn, gewoon ergens kunnen werken door en mee zouden kunnen doen. Maar dus nu nog even gescheiden, niet tegelijkertijd muziek, beeld. In dit geval is het een vrij opzinnig programma wat een bol maakt. Je zult die bol nooit als geheel zien, want met dezelfde snaar waarmee ik het formaat van die bol bepaal, wordt ook het hele beeld verschoven. En dus het beeld waar ik die bol deel van uitmaakt. Als ik bijvoorbeeld dit venstertje op dat andere venster dicht leg, dan zal je zien dat het mee gaat schuiven. En gewoon door die spanning te veranderen gebeurt er. Dit soort dingen. Kijk maar, jammer genoeg hebben we de computer die niet groot genoeg vast is gelopen. Sorry, vol praten bezig. Hebben we de computer op een. Mooier dan. We hebben de computer alleen maar op zwart-wit moeten zetten, want anders kan hij het helemaal niet aan. We hebben een sneller in huis, die kan het wel volgen. Maar daar past dat projectie misschien weer niet op. Ja, dat zijn echt de relatieproblemen van de computer. Goed, ja, dat was nog eens proberen. Zullen we misschien eerst een klein. Ik geloof dat ik daar iets moet veranderen als ik goed heb om. Reken jij dat? Ja. Ik ga nog even uitleggen wat ik waar ik op moet drukken. Op palet. Palet. En dan moet je even, kun je kiezen tussen bepaalde opties. Het is geloof ik een stabilizer of zoiets heen. Ja, hier en dan palet. Zo? Ja. Ben je nog even bij? Ja, dat is hem. Je was er net langs. Je moet gewoon reset. Nee, dat heeft dus niet. Ik doe wel. Ja, ik heb hem gereset. Oké. Okay. Ja. Maar hij is nu. Ja. Dit is. Deze is toch wel ongeveer 80% van ons werk aan. Dat gezoek. Hier, allemaal. Ja,
Vietnam, die veel meer dan straks, is dat heel ver. Yes. Hier komt een bal. Dus als we net veel gedaan hebben, blijft hij nog. Ja, nou gaat hij daar voor 1. En dan gaan we hem helemaal dicht maken. Dan hebben we op 22, zodat we een Marley. Dan ga ik toch een beetje veel doen, want dat is soms best wel. Als hij sneller reageert dan ben je ook in staat het bij te sturen, nu moet je vooruit denken. Dus. Het zal daar ook wel warm zijn, maar natuurlijk hier wat dingen voorbereiden en proberen wat frisse lucht binnen te krijgen. Toen ik gevraagd werd voor deze lezing, dat idee van Tesla, die man die dingen uitvond terwijl hij en daar patenten van liet maken in die tijd. En men nu pas kan bewijzen dat wat hij toen gepatenteerd heeft klopt. Dat vond ik een waanzinnig beeld. Dus de helderziendheid bewezen. Zo gezegd. Maar ook, hij was altijd bezig met energieoverdracht. Een soort van het overbruggen van tijd en ruimte. De terreur in de kunsten van begrippen als tijd en ruimte zit mij soms tot hier. Het hele formalisme over ruimte en tijd. Zo erg dat in een paar gesprekken met Pamela Koekoes iets bij ons hadden geopmoderd, een nieuwe kunstbeweging zou moeten komen over geen tijd, geen ruimte, nu hier. Geen afstand, niks en alles. En Pamela die weet of wist helemaal niets eigenlijk af van wat er hier gebeurde. En toen we erover praten, ik zei ik wil ongeveer de helft van de avond vullen en niet de hele avond door praten. Was dus mijn verzoek aan haar om de tweede helft te vullen. En of ze wat voor wou lezen, want ik vind het waanzinnig mooi schrijven. En toen zei ze, ik was gelijk op het idee, ja, dus het verhaal van Apollinaire, dat gaat echt dwars over tijd en ruimte heen. En dat heb ik een paar dagen, dat hebben we gelijk maar van ja gezegd, toen van ja, prachtig, ik ken dat hele verhaal niet. Ik ben het gaan lezen. En daarna heb ik haar pas laten horen wat hier gebeurt op zijn. En het begrip sampler, dus een instrument waar je op drukt en daar komen of van tevoren opgenomen klanken uit, dat was bij haar volstrekt onbekend. Heel helderziend het moment om dat verhaal te kiezen, zoals jullie straks zullen zien en horen. Pamela heeft op dit moment een première in de stad Schouwburg en komt zo dadelijk aangewezen in een taxi om haar verhaal voor te lezen. Mocht de pauze wat lang duren, komt het gewoon dus door de training. Maar tot zo. Yeah.
Thank you.